Geachte dames en heren, even een filmpje van mijn kant. We zitten midden in dat COVID-verhaal. Heel vervelend. En nou is er een middeltje gevonden. We kunnen omgaan met COVID dankzij zometeen het vaccin. Tot nu toe doen we alleen aan beheersbaar zien te krijgen van de cijfers, maar ja, dit is goed. Echter, ik ben geen deskundige, ik ben wel een ervaringsdeskundige. Echter, ik heb pillen voor de bloeddruk, verschillende soorten. En dan lees je, mogelijk kan 1 op de 10 deze bijwerkingen krijgen, 1 op de 100 deze bijwerkingen krijgen, 1 op de 1000 kan deze bijwerkingen krijgen en 1 op de 10.000 kan deze bijwerkingen krijgen. Het is belangrijk om te weten. Het is belangrijk om zo'n bijsluiter te lezen. Dat vindt onze overheid ook altijd. Wordt ook vaak aangeraden, lees de bijsluiter. Het is geen kattenpies, het is niet allemaal aspirintje. Er zijn ook zwaardere medicijnen. Lees dat, kun je erop anticiperen. Je gaat naar de huisarts en je zegt, in mijn geval, ik had... Nou, dat was een van de bijwerkingen van een medicijn wat ik slik. Dus ik was in het ziekenhuis en moest luisteren. Ik heb die bijsluiter gelezen. Zou dit daar vandaan kunnen komen? En die verpleegkundige zei onmiddellijk, dat komt daar vandaan. Nou, ik haast wel zeker weten. Weet je wat? Deze eruit, gooi een soortgelijk middel, gooi ik erin. En dan maar kijken wat doen gaat. Want ieder lichaam is ook wel een keer anders. Mannen en vrouwen zitten verschillen in, jong en oud zitten verschillen. Je kunt heel lang doorgaan, het is niet al wat. Ik probeer het op een rat. En dat is bij mensen ook zo, zo kun je het niet vertalen. Maar goed, ik kreeg dan een pilletje en het probleem was opgelost. Je moet de bijsluiter lezen. Dat spul wordt uitgetest en uitgetest en uitgetest. 10 jaar lang wordt het in de gaten gehouden. Nou, het heeft geen zin om een technisch verhaaltje te vertellen. Hoe dat in zijn werking gaat, is ook niet belangrijk. Een medicijn moet tijd hebben. Een vaccin moet de tijd hebben. Nu zitten we in een race waar mensen enorm veel geld kunnen verdienen. Als jij het juiste vaccin hebt, de ene zegt het dekt voor 90%, het andere zegt het dekt voor 93%. Als jij het juiste vaccin hebt en je bent de eerste, dan kun je binnenlopen, straten met geld verdienen. Dus het is niet ontbloot van commercie. Het gevaarlijke is dat het niet erg is uitgetest. Ik wil zien, 1 op de 10 kan deze bijwerking, 1 op de 100 kan deze, 1 op de 1000, 1 op de 10.000 kan deze bijwerkingen mogelijk verwachten. Het moet de tijd hebben. En die is niet genomen. We zitten in een race. Zo snel mogelijk. Oké, nou dat is eigenlijk wat ik vertelde wilde. En ik hoop dat u net als ik dat hele vaccin niet